Dit is een instructiefilm over het opstellen van de formule van een lineaire grafiek. Gegeven is een assenstelsel met daarin twee lijnen. Stap 1, of eigenlijk stap 0, je schrijft de formule op. I is ax plus b. Dit is de formule die hoort bij een lineaire functie. Dan zoek je het snijpunt met de y-as op. Dat is het punt 0, nou, ik begin met lijn k. Dat is de zwarte lijn. En lijn k, kun je hier zien, heeft de snijpunt 0,1 met de y-as. Dat betekent dat de letter b 1 is. Dan moeten we de richtingscoëfficiënt nog vinden. De richtingscoëfficiënt vind je als je weet, als je 1 naar rechts gaat, hoeveel je dan omhoog gaat. Nou, als ik vanuit dat punt 1 naar rechts ga, dan zie je hier, ik kan niet goed zien hoeveel ik omhoog ga. Dus er is een andere tactiek nodig. Wat je dan doet, is je schrijft nog een punt op van de lijn. Het moet een roosterpunt zijn. Nou, je ziet hier het punt 4,2. Die schrijf ik op. Dan ga ik de a uitrekenen. Dat is de richtingscoëfficiënt. Dat is altijd de verandering in y-waarde, delen door de verandering in x-waarde. Ik begin met x, dat is het eerste getal in de coördinaat. Ik ga van 0 naar 4, dan verandert het x er plus 4. De y gaat van 1 naar 2, die verandert er 1. Nou, nu kan je 1 gedeelde 4 op je rekenmachine intikken, maar het is handiger als je ziet dat dit natuurlijk gewoon 1 vierde is. Daarna kun je de formule opschrijven. Y is, het a is 1 vierde, 1 vierde x, en de b is 1. Nou, ik zal het nog eentje doen, maar dan met een lijn die naar beneden loopt. Ik start weer met het opschrijven van de algemene formule. Y is ax plus b. Ik ga op zoek naar het snijpunt met de verticale as hier, punt 0,3. Dan weet ik, de b is 3. Dan moet ik de richtingscoëfficiënt nog uitrekenen. Die kan ik alleen maar uitrekenen als ik weet als ik 1 opzij ga. Nou, ik denk dat ik als ik 1 opzij ga, dat ik 1 naar beneden ga. Voor de zekerheid schrijf ik even een coördinaat op. Dat is het punt 2,1. En ik ga de richtingscoëfficiënt uitrekenen. A, dat is de richtingscoëfficiënt, dat is de verandering in y, dus de delta y, gedeeld door de verandering in x. Ik begin met x, die gaat van 0 naar 2. Dat betekent dat ik er 2 op heb geteld. De y gaat van 3 naar 1, die gaat er 2 vanaf. En min 2 gedeeld door plus 2 is min 1. Nou, wat ik al dacht, hè, wat ik al zag in het plaatje, de richtingscoëfficiënt is min 1. En vervolgens schrijf ik de formule op, y is min x plus 3. Ik mag daar ook y is min 1x plus 3 op schrijven. Maar ja, we hebben afgesproken dat min 1x, dat we daarvoor dan alleen het minnetje schrijven, dat je die 1 weglaat.